Welkom hier bij RTL Nieuws. Hier op deze redactie worden al onze uitzendingen voorbereid. Dus dat is ontbijtnieuws, de gewone nieuwsuitzendingen, RTL Z, Editie NL. Maar ook bijvoorbeeld het internet wordt hier gemaakt. Als je dan naar het nieuws kijkt, dan denk je, achter zit een presentator en die praat een paar filmpjes aan elkaar. Hoeveel werk is dat nou helemaal? Nou, dat gaan we je zo meteen laten zien. Hier op de redactie werken zo'n 120 mensen. 120 mensen voor die paar minuten nieuws, inderdaad. En we hebben ze alle 120 nodig. Nou, als chef hou ik hier op deze digitale telex zeg maar, het buitenlandse nieuws bij. Ik onderhoud het contact met correspondenten overal ter wereld. En spring in op het nieuws waar het ook gebeurt. Wij maken de grafische ondersteuning, de infographics, voor RTL Nieuws, Editie NL en RTL Z. Ik doe vooral binnenlandse nieuws, dus ik kijk zo'n beetje wat er aan nieuws binnenkomt. Vandaag een mogelijke staking in het openbaar vervoer. Nou, dan probeer je dan, daar hebben we een aantal quotes van, interviewtjes gedaan en daar probeer je dan een mooi verhaaltje van te maken. Ik heb hier stage gelopen vorig jaar en eigenlijk een half jaar na mijn stage belde mijn eindredacteur of ik niet wilde freelancen, want er was nog wel plek. En ik wist natuurlijk al hoe alles werkte omdat ik hier stage heb gelopen en ik vond het een hele leuke kans, dus ik heb die met beide handen aangegrepen. Ik ben Sandra Schuurhoff, ik ben 37 jaar en ik ben verslaggever van RTL Nieuws. En ik doe algemeen verslaggeving, maar mijn specialiteit is royalty, koninklijk huis. We doen verder nog de Oranje Verenigingen. De voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen die zegt dat Willem-Alexander beter kan stoppen met zijn huis in. Want je weet niet van nog een villa die zou aan het bouwen zijn. Nee, oké. Okay. Vandaag doe ik iets wat met royalty te maken heeft. Dus dat is een beetje kat in bakkie. Het gaat over Mozambique, het vakantiehuis dat Maxima en Willem-Alexander laten bouwen in Mozambique, in Marchangulo. En dat blijft toch maar steeds weer een beetje dooretteren en emmeren. En nu heeft de Bond van Oranje Verenigingen weer gezegd van nou, dat geeft zoveel negatieve publiciteit. Kap nou met dat huis en ga gewoon ergens anders een huis bouwen, desnoods. En dat is wel opmerkelijk, want de Bond van Oranje Verenigingen, het woord zegt het al, zijn altijd heel erg positief. Die lopen altijd echt in het spoor van de prins en prinses en de koningin. En dat zij toch op deze manier wel echt kritiek leveren, dat is opvallend. Dus daarom vind ik het wel aardig. De voorzitter van de Bond van Oranje Vereniging, dat is de heer Zonneville, die ga ik interviewen. En dat kan pas een beetje laat, om 16:30 in Bussum. Dat is best wel laat als je kijkt naar onze deadline, want om 6 uur hebben we uitzending en om 19:30. Dus dat betekent dat ik nu al zoveel mogelijk voorwerk aan het doen ben. Ik ben al in het archief allemaal banden aan het opvragen. Dus we hebben dus laatst zelf in Mozambique gedraaid. Nou, dat ruwe materiaal ben ik aan het opvragen. Ik heb ze geïnterviewd toen ze me vertelden voor het eerst dat het huis zou komen. Dat interview ben ik weer aan het opvragen. Ik heb nog wat algemene shots van de koningin, van Willem-Alexander en Maxima. Zodat ik al mijn beeld een beetje bij elkaar heb. Dat beeld ga ik zo alvast een beetje bekijken. Dat ik weet waar leuke stukjes staan. Want als ik straks terugkom en ik heb nog maar heel weinig tijd om een verhaal te schrijven en te monteren, dat ik al wel een beetje weet wat mijn beeld is. En ik ga waarschijnlijk, zoals ik het nog red, ook alvast een tekstje een beetje maken. Ik ben ook wel heel afhankelijk van de omstandigheden. Staat die man al klaar voor hetzelfde? Dat komt hij op 10:05 aankakken, weet je. Dus we gaan het gewoon zien. Waarom jullie vinden dat Willem-Alexander stopt met de bouw van zijn huis in Marchangulo? Hoe laat was de NOS hier? Klein stukje. Ja, zo vroeg al. Ja. De incidenten blijven zich aandienen, dus zal ook discussie voortgaan blijven. We praten eens hier over de fundamentele zaken. Zoals?
waar we het net over gehad hebben, over de monarchie en de taakuitoefening. En de kosten daarvan? En de kosten daarvan. Oké, dank u wel. Ja, volgens mij hebben we dat wel... ja. Oké. Volgens mij was het wel duidelijk, hè? Ja, toch? Ik maak er iets moois van. Ik ga er heel snel, ik ga er snel wat van maken. Hartelijk dank, hè? Hij wil het niet echt in zijn mond nemen. Ik moet hem een beetje helpen. Ik moet hem af en toe een beetje in de mond leggen. Dat is niet altijd even sterk. Dus ik moet daar een beetje omheen zien te knippen en even goed aanschrijven. Maar ik weet wel, ik heb wel in mijn hoofd wat ik ga doen. Weet je, het is altijd belangrijk voordat je weggaat dat je weet welk verhaal weer gaat maken. Dan weet je ook welke antwoorden je van die man nodig hebt. En je moet gewoon net zo lang doorgaan. Ook niet bang zijn om net zo lang door te gaan tot je dat antwoord hebt. Want ik blijf gewoon zuigen en nog 10 keer vragen. Ik denk, ja, als je het niet goed wil zeggen, ik heb er niks aan. Als je denkt van, ja, ik zie het wel in... Ja, nu weet ik het. Van, ik zie het wel in de edit. In de edit komt het er niet meer. Als je het niet hebt op tape, in de edit komt het er niet bij. We hebben net gedraaid, dus ik moet nog... ik had al, voordat ik wegging, al wat gedaan. Afrika, Mozambique, Prins. We beginnen met een disc. Disc. Oké, ik wil een heel goed shot van Willem, Alexander en Maxima samen. Ik begin met de tekst. Waar zijn we aan begonnen? Zullen ze zich dat wel eens afvragen? Dus wil je een lekker shot van hun. Kinderen hebben vandaag gezegd dat dan beter dit project gestopt kan worden. Wat wil je daar dan hebben? Komt daar een quote of 1420? Ja, ik ga... Dat gaan we zo nog een keer opnieuw timen, want dit kan niet anders. Dat weet ze het prim. Goedenavond, nieuws van 6 uur. Het openbaar vervoer in 3 grote steden ligt komende woensdag misschien plat. Vakbond Abfacabo FNV wil in de ochtendspits gaan staken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Prins Willem-Alexander moet stoppen met de bouw van zijn vakantiehuis in Mozambique. Dat zegt de Bond van Oranje Verenigingen. Ze vinden dat het aanstaande staatshoofd een ongelukkige keuze heeft gemaakt door in een arm Afrikaans land een vakantievilla te bouwen. Het is harde kritiek uit ongewone hoek. Want de Oranje Verenigingen zeggen eigenlijk nooit iets negatiefs over het Koningshuis. Waar zijn we aan begonnen? Zullen ze zich het wel eens afvragen? Want wat begon als een vakantiedroom op een idyllisch schiereiland is inmiddels een behoorlijke nachtmerrie voor de prins en prinses geworden. De verhalen over misstanden bij het vastgoedproject op Machankulo volgen elkaar in rap tempo op. Lokale bestuurders zouden zijn omgekocht. De architect maakte er een puinhoop van en de Zuid-Afrikaanse projectontwikkelaar nam met een paar miljoen de benen. Voor de Oranje Verenigingen is de vakantievilla een brug te ver. Twijfels over de staatsinrichting, de afstand, ook toch discussie over beveiliging en dergelijke. En of het werkelijk een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land. Ik denk dat het niet goed is dat we daar discussie over voeren. En wij vinden, dat hebben we vandaag gezegd, dat dan beter dit project gestopt kan worden. De Bond van Oranje Verenigingen laat zich nooit kritisch uit over het Koningshuis. Maar al de negatieve publiciteit rondom de bouw van de villa doet de monarchie volgens de Bond geen goed. Het doel van de Oranje-beweging is juist instandhouding van de monarchie met Oranje. En dan moet je wel eens kritisch zijn om juist samen die toekomst in te gaan. De Oranje-verenigingen willen dat premier Balkenende samen met de koningin nogmaals kritisch het project bekijkt. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst laat vandaag weten, zoals de premier zelf eerder ook al aangaf... Het gaat door. Hij hoeft er niet van af te zien. Dat is niet de strekking waarmee over dit onderwerp wordt gesproken. Dat heb ik al tijdenlang niet gedaan. Dus ja, volgend jaar wordt het Wassenaarse strand ingeruild voor dat van Mozambique. 6 uur hebben we helemaal gehaald, ja. Dus nu gaan we even de puntjes op de i zetten voor het 7:30. Dat is nog wel eventjes dit paar dingetjes nog even wat mooier maken en wat opknappen. Ja, en zo zie je dat het er behoorlijk stressie aan toe kan gaan. Maar het komt uiteindelijk bijna altijd wel goed in zo'n nieuwsuitzending. Ik zei eerder al tegen je dat we hier met zo'n 120 mensen werken aan het volmaken van al die nieuwsuitzendingen die we hier maken. 120 is eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het NOS-journaal. Wij zijn hier best trots op wat wij allemaal voor elkaar krijgen op deze RTL Nieuwsredactie. We hebben hier natuurlijk ook altijd stagiaires rondlopen, ook uit Tilburg. En die beginnen hier aan het bureau en zitten op allerlei plekken hier bij het nieuws. En komen vaak na hun stage, na hun opleiding, ook
ook nog wel terug als verslaggever, als bureau-redacteur. En misschien jij ook wel.